Hi iedereen, welkom terug bij Bio met Wirjo. Ik ga vandaag vertellen over de spijsvertering. We zijn nog steeds bezig met het thema voeding en vertering. Dus vandaag ga ik even uitleggen wat spijsvertering allemaal inhoudt. Ik ga een animatie voor jullie in elkaar zetten en dan verder uitleggen hoe je spijsverteringskanaal allemaal werkt in het kort. Oké, tot zo. De spijsvertering is een heel belangrijk proces in ons lichaam. Het haalt alle belangrijke voedingsstoffen uit je eten en drinken. En het zorgt ervoor dat de stoffen die je niet kan gebruiken, je lichaam weer verlaten. Van mond tot kont duurt het ongeveer 24 tot 48 uur. Door goed te kouwen, maal je het eten in kleine stukjes. Door te slikken van je eten duwt de slokdarm het langzaam naar de maag. Je lichaam kniet, mengt, maalt en maalt je eten met maagsappen. Dan volgt het belangrijkste deel van de spijsvertering, de dunne darm. Je galblaas en alvleesklier voegen hier gal- en spijsverteringssappen toe aan de voedselbrei. Gal wordt gemaakt in de lever. Je eten is nu afgebroken tot bruikbare stoffen die je lichaam via de darmwand in je bloed opneemt. De voedselresten die overblijven komen in je dikke darm terecht. Die haalt vocht en zout eruit. Wat overblijft is poep. Dit komt in je endeldarm en als het vol is, moet je poepen. Zo gaat het in een gezonde buik. Als je mijn video leuk vindt, like, comment en subscribe.